Welkom allemaal bij een nieuwe video en welkom terug bij de Crew 2. En vandaag gaan we kijken naar een BMW. En het leek me op zich wel toepasselijk om deze erbij te pakken. Dit is een M6, maar wij gaan vandaag kijken naar een M8. En dat is die een tijdje geleden geadd was met de Chase update. En ik weet niet of hij überhaupt te koop is, ik neem aan van wel. Ik weet ook niet hoe duur die is. Ik weet niet wat we ermee kunnen doen. Maar dat gaan we vandaag allemaal ondervinden. Dus ik zal gelijk eerst even de map openen. Of de catalog. Deze. Kijk eens aan. Er zitten 18 BMW's in deze game. Dat is flink. Ook gewoon 396 auto's eigenlijk. Of voertuigen. Het zijn geen auto's. Maar wij gaan vandaag kijken naar deze. Kijk eens aan. De M8 Competition Coupé. En dan heb je nog deze. Maar die kunnen wij nog niet unlocken. Ik weet ook niet bij welke... Bij welke tier je deze krijgt. Zal ik zo meteen even naar kijken. Want ik ben volgens mij nou... Volgens mij... De 23 staat rechtsboven. Van de 50. Dus dat duurt nog wel even. Voordat we dat gaan doen, ga ik heel even kijken waar die... Die Interceptor bij staat. Oh, hier. 33. Dat valt mee. Dat is wel te doen. Al duren die tiers alsnog gewoon lang. Not bad. En dan hier heb je dan bij 49. Die Bugatti. Dat gaat nog wel even duren. Helaas. Maar ja, we gaan vandaag dus eventjes die BMW onder handen nemen. En dat is deze. Oeh. Het is wel dik, jongen, die M8. Kijk hoe lang dat ding ook is. Ah, dat kleine spoilertje is zo zielig. Dus even de deur openen. Kijk. Oeh. Mooi interieur. Kijk, weet je wat het ding wel is? Deze auto's zijn echt rete duur. En ze zijn niet zo flashy qua look. En misschien is dat juist wat je wil hebben. Dat hij niet zo super opvalt. Maar ik bedoel, als je zoveel geld uitgeeft aan een auto als dit. Dan wil je toch eigenlijk wel hebben dat hij iets specialer is, denk ik. Maar zal ik eerst een testritje doen? Of zal ik gewoon gelijk gaan? Ik koop hem gewoon. Wat kan mij toch verrekken? 450.000 in welke kleur? Oeh, dat is wel een vette kleur. Ik wil eigenlijk deze velgen, maar dan in het zwart. Weet je wat? Dat maakt niet uit. Ik zal ze zo meteen toch nog veranderen, denk ik. Here we go. Beamer Collector. Kijk eens aan. Onze nieuwe Beamer. De M8 Competition. Dit is een street racer. Dus ik hoop dat hij ook een beetje goed is. En hoe stap ik nou in? Oh, drive. De verkeerde knop. Kijk eens aan. Het is vandaag een rainy day. Ik weet niet hoe ik mijn lamp aandoe. Het is... Misschien wel verstandig om verlichting aan te doen. Hij is sneller dan ik! Wat? Ik kan het niet bijhouden! Oké, ben ik nou al gescamd? We gaan eens even naar de woning. Ik weet dat ik hem hier ook kan pimpen, maar... Come on, ik ga dat niet in de regen doen. Ik twijfel echt of er een manier is om je verlichting aan te doen. Ik dacht van wel, maar... Blijkbaar niet. Oh, dat is mijn... Camera? Ik vind hem eigenlijk wel vet. Beetje, ja, wat is het eigenlijk? Het ziet er heel stijlvol uit. Toch een beetje kleur en niet zo saai als grijs. Maar ook niet zo flashy als echt telrood of zo. I like it. I like it. Ik moet wel zeggen, eerste indruk is, het ding is traag. Een stuk trager dan ik had gehoopt. Hij klinkt ook een beetje raar, hoor. Ik vind het niet echt een heel tof geluid of zo. Kijken of hij kan vliegen. Dat is de ultieme test. Boah! Meh. Ik hoop dat ik deze auto kan gebruiken in die Summit events. Maar volgens mij waren dat races voor Interceptors. Dus dat zal niet werken. Is gewoon raar, want het zijn gewoon street races. Beetje flauw. Want ik moet eigenlijk nog verder gaan met die... Yep. Met die Summit. Maar we kijken wel. We gaan zo meteen in ieder geval een race doen met deze auto. Dat kan ik je garanderen. Maar we gaan hem eerst eventjes onder handen nemen. Ja. Oh, hier is hij. Kijk eens aan. Dit is. Customize. Wij gaan all out. We beginnen bij de visual parts. 3 verschillende motorkappen. Oeh. Dat is wel extreem. En kan iemand mij vertellen wat het verschil is tussen dit? Wacht. I'm done. Shut up. Ik wil eigenlijk wel zoiets pakken.
Al denk ik dat deze auto juist zo vet is omdat hij zo clean is. Maar voor science gaan wij gewoon alles erop gooien wat we kunnen vinden. Voor science, zoals ik al zei. Alright, de voorbumper. 15 opties, dat is weer rete veel. Alleen dan heb je nog een chrome versie. What the fuck? Wat is dit? Het is zo lelijk dat ik zo geneigd ben om het toch te checken. Alleen dan moet ik echt iets doen met die kleur. Ah, ja, je weet dat ik het ga proberen. Want ik wil gewoon weten wat ik hiermee kan doen. Maar what the fuck? Ik kon deze velgen niet zwart maken, toch? Ah, dat is zo irritant. Ik wil ze eigenlijk zwart hebben. De enige velgen die zwart zijn, dat zijn deze. Alleen deze vind ik juist lelijk. We kijken zo meteen wel dan. We kijken zo meteen wel. Side mirrors. Carbon fiber. What the fuck? Oké, ik ga nou gewoon kijken wat we hiermee kunnen doen. Want ik weet niet wat dit allemaal is. Maar het ziet er echt debiel uit. Het ziet er echt debiel uit. We hebben een Big Wang. Ik moet echt een keer die boot veranderen. Want ik kan gewoon niks zien hier. Dat is zo irritant. Er zijn twee verschillende, zoals je ziet. Ik denk dat we deze pakken vanwege dat rood. Dat komt dan toch terug. Ik heb een hekel aan gooseneck wings. Maar een achterbumper die we wederom echt bijna niet kunnen zien. Maar ik zie rood. Dus dat is prima. En het interieur. Dan maak ik het ook rood. ik kan het materiaal veranderen. Oh, misschien is dit wel iets... Ik denk dat dit wel beter is. Want dit is wel heel rood. Het lijkt me misschien wel oké. Was dit alles? Dit valt me oprecht eigenlijk best wel tegen. Dit is echt zo knijterlelijk. Wat heb ik gedaan? Oh mijn god, wat is dit lelijk. Ik denk als deze auto een white body optie had, dat het misschien nog wel decent was. Maar die heb je niet. Dit is zo lelijk. Zal ik zo meteen voor de grap even hiermee rijden en hem dan veranderen? Ik denk dat dat een goed idee is. Ik heb wederom dit ding ervoor, waardoor ik niks kan zien. Weet je wat? Ik ga deze eens proberen. Ik zie vrijwel niks. Ik wil hem sowieso wit hebben, dus misschien dat dit iets is. Ik snap gewoon niet waarom dit hiervoor zit. Ah, kijk, nou zie je hem. Die spoiler is het lelijkst van alles. Die spoiler die maakt het af. Ik ga gewoon een race rijden met zoals hij nou is. En dan haal ik dadelijk alle parts eraf en dan maak ik hem super clean en nice. Maar dan weet je tenminste wat je hier met deze auto kan doen. Mijn eerste indruk is, koop hem niet. Kijk, hoe vet die auto misschien ook mag zijn, er is gewoon vrijwel geen customization. En de parts die zijn rete lelijk. Het is zo lelijk. Vooral ook die spiegeltjes. Wat zijn deze spiegeltjes dan? Volgens mij zit er nog van die folie op. Dit zou eigenlijk bestraft moeten worden. We gaan snel een race rijden. Lijkt me een goed idee. Volgens mij waren er nieuwe street races. Of in ieder geval... races die ik nog niet eerder gedaan heb. Of ze nieuw zijn, dat blijft altijd een raadsel. The middle of nowhere. Gates of Chinatown. Wat zullen we doen? We gaan voor de scenic tour wederom in de sneeuw. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Ik ben ze allemaal weer snel voorbij. Maar dat is eigenlijk altijd wel met die nossen in het begin, als je die gelijk doet. Oh. Mijn vraag is, rijdt deze auto goed in de sneeuw? Eerste bocht zegt, nou, niet verkeerd. Tweede bocht zegt, ja, niet verkeerd. En de derde bocht zegt ook, niet verkeerd. Oké, deze auto rijdt best prima. Qua handling tenminste. Al heb ik nog steeds het idee dat hij vrij traag is. Maar dat is misschien moeilijk te vergelijken, want ik dus recent met die hypercars heb gereden. Ik vind die livery oprecht niet eens lelijk. Ik vind alleen die spoiler is het lelijkste van deze hele auto. Als die spoiler er niet op zat, van een kleinere spoiler, dan had het al, veel geholpen. En die spiegeltjes zijn er, het is zo raar. Kijk hoe wijd die dingen zijn. Waarom? Niemand weet waarom. Ik dacht echt dat we hier een of andere racecar van konden maken. Vooral met die spoiler en die voorbumper. Alleen de rest valt dan juist weer tegen. En dan natuurlijk de spiegeltjes. Maar de rest ziet er zo standaard uit. Het is echt half racecar, half stop. We rijden ook alweer 14 seconden voor. We zitten op 50%. Qua lengte is dit wel een mooie race. Een race van ongeveer 5 minuten, dat is wel leuk. Daar hou ik al van. Oh, oh, oeh.
Niks aan de hand. The weather outside is frightful. Delightful. De rest van de lyrics ken ik niet. Maar ja, ik rijd het even rustig uit. Ik ben oprecht echt teleurgesteld. Ik raad niemand aan deze auto te kopen. Vooral omdat je sowieso die politievariant kan krijgen uit die Summit. Dus dan zou ik eerder die nemen dan deze. En volgens mij heeft die ook een white body kit. Ik wil daar zo meteen nog even naar kijken. Hij is sowieso anders. Dat weet ik zeker. Je hebt een andere voorbump met die bullbar erop en zo. Oh. 80%. Kan ik dit finishen onder 5? Oh, dat is heel weinig. Onder 5 minuten. Dat is mijn doel. En we hebben 15% binnen 1 minuut. Ik zou zeggen, ja. Dit is één rechtstuk. Vol gas gaan. Ik denk dat het op een nippertje gaat zijn. Oh, hier is het. Daar maar. Easy. Kijk eens aan. Was niet de beste tijd die ik ooit heb gereden. En deze auto is ook... Nee. Wel 30k. Ongeveer. Ook bijna level up. Ik vraag me af. Is deze auto echt zo lelijk? Of valt het misschien toch wel mee? I don't know. Ik vind hem lelijk. Ik zou hem zo nooit nemen. Misschien dat jullie zeggen... Ah, Dennis, hij is best wel vet. Laat maar achter in de comments. Maar, I don't know. Ik denk dat ik gewoon die spoiler af moet halen. Die spiegeltjes, die voorbumper, die achterbumper. En dan gewoon weer rook moet maken. En that's it. Dat is waarschijnlijk wat ik nou ga doen. Ik hoef ook helemaal niet terug te rijden naar mijn woning. Hè. Ik kan het ook gewoon hier doen. Al zit ik nou wel op de snelweg. Afslag. Ah, meen dit? Ga ik nou weer ergens de grote weg op of niet? Nee, kijk. Hier wil ik zijn. Dan gaan we eens eventjes dit ding veranderen. Dit is het eerste. Customize. Die knijterlelijke spoiler eraf. Dat is stap 1. Dat zonder twijfel. Weg met dat ding. Welke kleur is mooi met rood? Op zich zou dit kunnen. Dit is clean. Grijs ook. Blauw maybe. Ik vind dit eigenlijk een beetje raar. Omdat dat... Rood en rood. Het zou kunnen. Weet je wat ik zat te denken? Lach me niet uit. Ik zat te denken aan... Zoiets. Ik kom eigenlijk iets donkerder dan dit. Maar hij kan niet donkerder dan dit. Dit is weer te donker. Fuck. Ik wil hem iets donkerder dan dit, maar lichter dan dit. Maar dat is er niet. Ja, ik vind hem zo in ieder geval echt vele malen vetter dan dat hij net was. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn. Misschien niet allemaal, maar... Iedereen met een beetje verstand. Die zegt, Dennis, je hebt helemaal gelijk. We zouden nou... Op zich... Nog wat van die... Chase events kunnen doen. Ik denk oprecht dat het wel leuk is. Dat is nou toch nieuw. Nog een beetje interessant. Deze BMW heb ik inmiddels wel gezien. Ik raad er niemand aan om te kopen. Ik wilde trouwens nog even kijken naar die politievariant. Of die een white body kit had. Nou is de remmen van deze auto ook slecht. Dat valt me wel op. Dus even snel kijken. Hij lijkt wel zeker breder, toch? Hij lijkt wel degelijk een stuk breder, maar... Misschien dat dat bedrog is. Hij is in ieder geval wel vet. Ik denk dat het bedrog is. Ik denk niet dat hij veel breder is. Even kijken. Hij is wel degelijk breder. 100%. Defenders. Die kwamen een stuk verder naar buiten. Dan vind ik het raar dat het dus bij die auto wel mag. En bij deze dan weer niet. Oeh, kijk hem daar staan dan. Zo ziet hij er echt vet uit. Oh. Maar ja, we gaan verder met The Chase. En dan gaan wij Masked in the City. Nu wij op Ace Difficulty. Dit is volgens mij met street racers. Dus dan wordt het Corvette, Mustang of Dodge. Ik denk dat wij de Mustang weer eens een keertje pakken. We pakken de Stank. Die gaan we dan weer. Interception Roll unit. Roll camera. 12 mensen. Oh. Ik had verwacht dat ik hem gelijk dood los had. Nou heb ik hem alsnog. Echt, dat was echt een tik van niks. Ik aai hem. En hij stoot al los. Maar ja, 12 mensen. Iets minder dan 4 minuten. Ik ben op zich wel blij dat die Ace races zijn wel een challenge. En het is zeker niet onmogelijk. Maar je moet wel even goed voor gaan zitten. Oh! Oh! In de lucht, jongens. Zag hem.
Nee! Spring eroverheen. Ah, weet je, ik ga wel door. Dat was wel een mooie takedown in de lucht. En zij proberen elkaar ook uit te schakelen. Oeh! Is dat een double kill? Nee. Die andere is niet eens damaged. Hoe werkt dat dan? Ik heb een goed gevoel bij deze poging. Ik denk dat we deze gaan halen. Oké, we hebben er pas 4. Ik ben zo blij met die muziek, man. Dat geeft echt een extra vibe. Echt vet. Pa! Break check! Alright. Bijna op de helft, joh. Nog ruim 2 minuten over. Al denk ik wel dat ze dit echt hadden kunnen uitbreiden. Een beetje zoals Need for Speed Hot Pursuit heeft, volgens mij. Is dat Hot Pursuit? Waarbij je allemaal andere dingen kan hebben en zo. Zoals... Oh, nee, we moeten naar links! Shit. Ik ga naar rechts. Zoals wegblokkades en dat je hun auto's kan uitschakelen met van die EMP dingen. Ik denk oprecht dat dat wel wat meer zou bieden. Nou voelt het een beetje... Ah! Nou voelt het een beetje kaal. Ik was net zo overtuigd van mijn kunnen, hè. Dat is nou eigenlijk niet meer het geval. Hartstikke idee, 7. Anderhalf minuut, ik ben net pas over de helft. Ik weet niet wat ik die afgelopen minuut heb gedaan, zo'n beetje. Het leek zo goed te gaan. Zo zacht het tik ook, joh. Ik heb zoveel moeite om ze bij te houden. Oh. Nee. Oh, dat is zo irritant ook, hè. Dan crasht hij en dan mis ik hem weer. Oh, maar god. Nog 1 minuut met 4 auto's. Uh-oh. Deze moet snel. Yes. Yo. No. No! Oh! Come on! Nog 2! Nog 2! Oh! Hij is niet kapot! Oh mijn god. Oh, hij ook niet. Oh wel! Die auto achter mij. Rij maar voorbij. Nee! Ik mis hem! No! Waarom was hij ineens zo snel? Nou heb ik nog verloren ook. Oh mijn god, hij was ineens zo snel! Hij stond recht achter mij. 15 seconden. Kan het nog? Nee, ik mis! Ik rijd door voor die volgende. 10, 8, 7, 6, 5, 4. Boom! Nee! Het scheelde zo weinig. No! Ik kon hem geen tik meer geven. Het was spannend. Daar kan je niet omheen. Het was spannend. Het was vet. Maar we hebben wel gefaald. Oh, wat? Ik ben wel... Ik ben blijkbaar alsnog level up. Met dit. We krijgen cash. Kijk. Wij zijn nou 25. Toppie. Ik zou eens een daily challenge kunnen doen. Een rally raid of een powerboat event. Ik vind rally raids op zich nooit zo boeiend, maar powerboats ook niet. Weet je wel, ik doe denk ik powerboats. Is wel wat anders een keer. Why not? We gaan op zoek naar een powerboat event. Hier zijn we dan, jongens. Uberdam. We zijn... 39 levels te laag. Ik heb een heel slecht gevoel bij. We gaan het zien. Are you sure about this race? I know. The one who usually says you're worrying too much. I'm not sure about this race, but shut up. Ik wil racen. 3, 2. Dit is wel een fijne boot, wat ik me herinner. Als dat deze is, tenminste. Ik had 1 zwarte boot, die wel nice was. I trust you, but please don't flip the boat. En dit ziet er al heel slecht uit. In feite, ik snel niet kan bijhouden. Dat is een slecht teken. Ik hang trouwens heel achterover. Ik weet dat dat helpt. Ik doe dat nou ook, al zie je dat misschien niet. Wat is een hele korte baan. Ik zit nu op 30%. Ik geef net gas, man.
Ja, dit was misschien een tikkeltje te hoog gegrepen. Dat is ook het ding met die boten natuurlijk. Die zijn echt gewoon puur gebouwd op topspeed. Of in ieder geval deze races eigenlijk. Dus heb je dan een trage boot, ja, dan ben je eigenlijk al de lul. Hier heb je de dam. Dat is dan wel weer echt super vet. Beetje wild water raft en zo. En ik blijf me achterover hangen, maar... Ik denk dat ik blij moet zijn als ik een top 3 pak. Maar we staan naar derde, al denk ik niet dat wij derde zullen blijven. Daar is al de finish. Dit is echt, dit is waarschijnlijk de sfeerste kortste race ever. Oh no. No, no, no. Ik hoor iemand achter mij. Waag het eens om mij nou nog bij te komen. No! Ik kom een top 3. Ja, dit was gewoon een onbegonnen strijd. check mijn tijd. 1-3-3-6-6-6. Ik had niet verwacht dat het zo slecht zou gaan. Wel zijn wij nou levelen. Net niet. Net niet, wauw. Dat scheelt echt helemaal niks. Weet je wat? Dan laat ik maar. Dan laat ik het ook gewoon hierbij. Vandaag is mijn faaldag. Oprecht. Ik heb ten eerste een auto gekocht wat de miskoop was. Oh, ik ben wel levelen. Ten tweede hebben wij gefaald met die politieachtervolgingen. Ten derde hebben wij gefaald met deze bootrace. Al bij al... één grote faal. Ik voel me zo eenzaam nou. Zo zielig ook in het bootje. Kijk maar zitten. Echt zo van... Mm. Maar wil je mij een beetje opvrolijken, zou ik zeggen. Drop een like op deze video. Abonneer voor meer. Klik op de bel. Check de link in de beschrijving voor mijn merch. Misschien leuk voor de feestdagen. En dan hoop ik jullie heel snel weer te zien bij een nieuwe video. Dus tot dan. En houden we.